van een nummer. Natuurlijk in afwachting van Egbert. Steve Webster hier. Hij werd wereldkampioen in 87 en 88. Grote man. Tony Hewitt in de bak gezeten. Altijd weer spectaculair dat zijspanrace natuurlijk. En de mannen staan er relaxed bij. En dit is de man op pole position, Alain Michel. Met de Engelsman Burchill. En we zijn bij de man die pole position reed in de training. Dus aan boord met een camera. Dat is spectaculair. Zo is het nu vanuit zo'n bakje. Corkscrew. Ik noemde u net al het gevaarlijke stuk op Laguna Seca. Terwijl we hier beelden zien van de warming-up lap. Michel dus eerst in de training. Webster en Simmons trainen als tweede. Op een derde startplaats zeggen we Bieland en Baltisperg. Dan Stroyer en De Haas. Egloff, Egloff. Abbott en Smits op zesde. En Kumagaya en Hutton op een zevende. Het oprijden van de start. En zal Alain Michel zijn pole position eer aan doen? Of zal hij toch ingepakt worden door Webster? Een crack natuurlijk, die Webster. De rode vlag. En is het wachten op de man met de groene vlag. Dan kan het licht op groen. Eerst op rood dus. En dan binnen 5 seconden gaat het licht op groen. Spannende gezichten daar. Simmons uit de bak. En hier voor dus die nummer 4, Bieland Waltersbergen. De tweede starter en rechts de nummer 2, dat zijn de mannen uit Nederland. Stroyer en De Haas. En Egloff en Evelov in die groene combinatie. Zagen we daar proberen in het gat te duiken, maar ze zijn weg. Spectaculair altijd weer dit zijspanrace. Kijk eens aan. De eerste bocht. Michel aan de leiding, ja, dat doet hij goed. De nummer 3, Alain Michel. En we zien Webster helemaal teruggevallen in het veld. Hele slechte start gemaakt. Webster en Simmons met een Krauser Yamaha. En je kunt er natuurlijk moeilijk voorbij. Het is een bochtig circuit, het is wat nauw. En je hebt natuurlijk meer ruimte nodig als een gewone motorfiets. Spectaculaire beelden hier. Michel op kop. En Stroyer is erachter nu. Stroyer en De Haas naar een tweede plaats. Met een Lucky Strike Yamaha combinatie. De tweelingbroers Egloff. Naar een vierde plaats nu hier in beeld. Waar is Webster? En Webster moet heel veel goed gaan maken nu. Wat een slechte start zich van die Webster. Man die dus normaal gesproken gewoon hier op kop kan rijden. Helemaal terug in het veld. Voor het publiek is het natuurlijk wel spectaculair. Michel kijkt achterom. Zij rijdt dus op die Krauser. Egbert Stroyer probeert het binnendoor. Probeert te prikken, probeert een gaatje te zoeken. Stroyer die veel geëxperimenteerd heeft deze winter met de elektronische ontsteking. Door hem zelf ontwikkeld en verbeterd. Ja, bijna. Nou, als hij het al een touwtje kwam, zou ik zeggen, maar het is 3 man naast elkaar in die bakjes. Ongelooflijk spectaculair. En het is Stroyer die de kop pakt. Hier nogmaals vanuit de bak bij Michel. En we zien Stroyer. Egbert Stroyer. 3 keer werd hij wereldkampioen. Zien we hier op een eerste plaats rijden. Wat een succes voor het Nederlands motorrace hier op Laguna Seca. En wat een goed idee is dat om een camera in die bak te monteren. Dan kunnen we het echt allemaal meemaken. De Haas ziet hem hangen daar. Met de overal over het asfalt schuren. Geen vering.
En er is slechts één rempedaal op deze combinaties te vinden. En dat pedaal controleert dus alle drie de wielen. En als je flink gas geeft, wil dat ding natuurlijk om dat niet aangedreven wiel heen. En dan moet je tegen gaan sturen. En dat maakt het Zeismonrace natuurlijk zo spectaculair. Kijk hier, Strooyer. De haas hangen. Moet hij goed timen. Maar Michel is er nog steeds bij. Ja, hij gaat binnen door voorbij. Strooyer liet even een gaatje vallen en meteen Michel er langs. Even door het zand daar, die Michel. Echt op de limiet rijdend. En die Egloff broers doen het ook heel goed. Een tweeling dus. En Bieland Valtisberg, dat is dus nummer 4 dus. Met start nummer 4 op een derde plaats. Brindley en Telford zijn eraf. En dat doen de Maasels goed daar. Ze zetten er een stroopbaan omheen om de rijders te beschermen voor eventuele andere crashes van andere rijders. Maar Brindley en Telford met een Faller Yamaha uit de strijd. Alain Michel kan een beetje wegkomen. Strooyer nog steeds op een tweede plaats. Dan Bieland Valtisberg. Marcus Egloff. Strooyer kan er weer bij komen. Kijk achterom. Moet natuurlijk goed in de gaten houden wat er achter hem gebeurt. En Webster is terug in de top 5. Webster helemaal terug achteruit het veld naar een vijfde plaats. Progin is zesde. Egloff, de beide tweelingbroers zijn vierde. Dan Bieland Valtisberg. Strooyer en de Haas. En dan Michel. Alain Michel aan de leiding. De nummer 3 dus. Strooyer dus op een Yamaha en dan die twee mannen, Michel en Birchel met een Krauser. En Bieland Valtisberg ook met een Krauser aan de start. En die man... Rolf Bieland kan natuurlijk die boel goed controleren. Hij is een ervaren man. Laat zich niet opjutten, maar die Egloff tweeling die wil er natuurlijk ook dolgraag langs. Nou, spannend race hier. Kijk dat insturen. En ze zijn erbij hoor. De nummer 1 daar. Kijk, ze draaien ook de snelste ronde. 1:32.8. Steve Webster met Simmons in de bak. En ze zijn erbij. Wat kan die man gaan doen? Kan hij gewoon naar die kop gaan komen? Pakt nu die Egloff Brothers binnendoor. Ongelooflijk strak rijden hier van Steve Webster. Achter Strooyer nu. Strooyer wordt behoorlijk onder druk gezet. Hier zien we nog een vertekende stand. Egloff is geen vierde, maar dat is Webster. En wat een actie daar van Bieland. Die pakt zomaar de kop, zeg. Ja, dan kunnen we weer genieten van die camerabeelden. Goeie actie van Bieland. Binnendoor voorbij bij Michel. En ze kunnen een beetje wegkomen. Kijk, gewoon iets meer trekkracht na het uitkomen van de bocht. 5 man aan kop in deze spectaculaire Zeismonrace. Steve Webster erbij, kwam helemaal achteruit het veld terug. Kijk, binnendoor. Binnendoor voorbij bij Strooyer, dacht ik zo. We zien ook het dalend terrein van het Laguna Seca circuit. Dan krijg je natuurlijk weer extra snelheid mee in de bochten. Oppassen geblazen. Bieland Valtisberg op kop. En deze mannen in de groene combinatie, de nummer 5. De Egloff, tweeling, vijfde. Bieland, Michel en dan de nummer 1,
Webster drinkt aan met Simmons. Binnendoor voorbij, ongelooflijk. Wat rijdt die man straks, zegt hij, Steve Webster. Naar een tweede plaats nu. Veertiende waren zij dus in de eerste ronde van de race. En nu dit, naar een tweede plaats. 0,3 van een seconde was het verschil wat we op deze lijst zagen. Maar dat is inmiddels natuurlijk alweer veranderd. De beelden getuigen ervan. En Webster is op weg naar de kop. Alain Michel erbij en Stroyer. Michel. Michel langs Bieland. Ja, we zagen het vanuit de camera, uit het bakje. Spectaculaire beelden. Webster op kop. En kan Alain Michel erbij gaan komen. Het is natuurlijk een goede vriend van hem, die Steve Webster. Maar op de baan zijn het vijanden. Nou, en dat gaat op de scherpst van de snede. Slipstreamen dan. En kijk eens, die man, die Gavin Simons, helemaal wegduiken in dat bakje om de luchtweerstand zo klein mogelijk te maken. En de Franse combinatie er weer langs. Ja, Michel en Birchel proberen het binnendoor. Komen een beetje vermogen tekort. En we zien Stroyer weer naar een derde plaats gaan nu. Echt stuivert die wissel hier. Wat een spektakel. Op jacht naar de eerste plaats. Ja, we zijn er. Michel weer aan de leiding. Alain Michel. We zagen het met de inboordcamera. En van deze standen trekken we ons gewoon niets meer aan vanaf dit moment. Want het is constant stuivertje wisselen. De computers kunnen het gewoon eigenlijk niet meer bijhouden. En het is zaak dat je een gat kan slaan, dat je weg kan komen uit die strijd. Want dat houdt op. Dan moet je gewoon meer meters afleggen op een rondje. En dan verlies je tijd. Alain Michel probeert dat nu. Probeert een gat te slaan en weg te komen. Bieland heeft het ronderecord hier in handen. En zal dat nog gebroken gaan worden? Alain Michel aan de leiding. En daar gaat een hand omhoog. De Haas stak de hand op, daar zijn problemen. Stroyer naar de pits. Egbert Stroyer naar de pits. Wat jammer nou. De motor is opgeblazen. We zagen de hand omhoog gaan van Harold de Haas. De Yamaha is opgeblazen. Ja, over. Alain Michel nog steeds onder druk dan van Webster en Gavin Simons. En dit is dan de juiste stand. Michel, Webster, Bieland, Egloff, Progin en Abbott. En Abbott ligt 9,2 seconden achter. Dat is te veel, daar kom je nooit meer bij. We zien dat bijna gelijktijdig uit die bakjes hangen. Daar is iemand gespind, in de ronde gespind. Schade ook. Kumagaya en Horton met een Windel GPX zijn gespind. Dus bij dat gemene stuk kunnen we bijna zeggen op Laguna Seca. Waar de gewichten een hele vreemde rol spelen. Je moet de combinatie dan echt omzetten. Corkscrew heet dat gevaarlijke stuk. Spectaculair, maar moeilijk. En we gaan even kijken. Niet alleen de spin, maar ze zijn ook nog over de kop gegaan. Waar is de rijder? De rijder zit er nog in gewoon. Ongelooflijk, wat een spectaculaire beelden.
U zegt dat Kumagaya gewoon nog achter het stuur zat. We zijn de laatste ronde ingegaan natuurlijk. We zagen het bovenin in beeld aan de linkerzijde. Deze nummer 3 aan kop, Alain Michel. Maar wat een spectaculaire beelden. Zijspan over de kop. Maar goed dat die zijspan passagier er ook nog niet in het bakje zat. Want dan hadden we helemaal een spektakel kunnen meemaken. Goed, in ieder geval deze mannen zal dit niet overkomen. Wat hebben we genoten van het begin van deze race. Maar toch, ze hebben een gat kunnen slaan deze mannen. En wat een spanning. En wat jammer van Streuer en de Haas. Zij bliezen de motor op, de pits in. En we zitten met onze camera natuurlijk goed, onze Eurosportcamera, met deze man, Alain Michel. En de Amerikanen vinden het natuurlijk allemaal fantastisch dit. Amerikanen zijn dit helemaal niet gewend, dat zijspan racen. Het is echt een Europese sport. En daar gaat Alt omhoog, jawel. Alain Michel wint de Grand Prix van Laguna Seca voor de zijspannen. En dan gaan we kijken of Steve Webster het inderdaad heeft gered voor die tweede plaats. Wat een fantastische race heeft deze combinatie ook gereden. 14e dus bij die start en dan tweede aan het eind van de race. Wat een goede prestatie. De officiële uitslag na 30 ronden. Michel Webster, Abbott, Egloff, Jones, Shearer. Dat zijn de eerste 6. Hier dan de stand in het wereldkampioenschap. Na de eerste races om het wereldkampioenschap. Michel 20 punten op kop, Webster 17, Abbott 15, Egloff 13, Jones 11 en Shearer, de Fransman, 10 punten. En terwijl deze mannen in afwachting zijn van de bokalen en de champagne, nemen wij even tijd voor een korte break. Tot zo!